Hallo, Ajax fans. We zijn terug met een exclusieve video en het laatste nieuws direct uit Amsterdam. Voordat we beginnen, abonneer je op ons kanaal en geef de video een like. Zo blijf je altijd op de hoogte van het meest exclusieve Ajax nieuws. In Amsterdam is er een nieuw hoofdstuk geschreven in het verhaal van Ajax. Het contract van Mika Gods, de jonge ster in wording, is verlengd tot de zomer van 2029. Deze beslissing is veel meer dan een zakelijke zet. Het is een symbool van vertrouwen, een getuigenis van geloof in een speler die de harten van velen al heeft veroverd. Maar wie is Mika Gods en waarom hangt er zoveel emotie rond zijn naam? Toen hij in januari 2023 overstapte van KRC Genk naar Ajax, was hij slechts een belofte. Een jonge, onervaren speler in een stad vol geschiedenis en verwachtingen. Toch duurde het niet lang voordat hij liet zien dat hij meer was dan alleen een belofte. Slechts drie maanden later, op 9 april 2023 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal. Vanaf dat moment was niets meer hetzelfde. Veertig officiële wedstrijden, zes doelpunten en ontelbare momenten van magie later, heeft Mika gods bewezen dat hij geen talent is dat wacht op zijn moment. Hij is al begonnen met het schrijven van zijn eigen verhaal. Volgens technisch directeur Alex Kroes is Mika een zeldzaamheid. Mika belichaamt wat Ajax zo speciaal maakt, de durf om jong talent een podium te geven en hen te laten bloeien. Zijn progressie is buitengewoon en dit seizoen onder Francesco Farioli is hij uitgegroeid tot een absolute sleutelspeler. Zijn acties, zijn doelpunten en zijn flair maken hem onmisbaar. Toch kent ook dit verhaal uitdagingen. Net toen het leek alsof niets hem kon stoppen, werd Mika getroffen door een blessure. Een harde klap, niet alleen voor de speler zelf, maar ook voor de fans die elke week uitkeken naar zijn magie op het veld. Voorlopig zal hij ongeveer een maand langs de kant staan. Maar niemand twijfelt eraan dat hij sterker terug zal komen. Kroes benadrukt, Mika is meer dan een speler. Hij is een vechter. We weten zeker dat zijn terugkeer een moment zal zijn dat niemand wil missen. De verlenging van zijn contract tot 2029 is een verklaring. Voor Ajax is het een investering in de toekomst, een bevestiging dat ze geloven in het opbouwen van iets groots. Voor Mika is het een erkenning van zijn potentieel, een kans om te schitteren op het hoogste niveau. Met slechts 19 jaar heeft hij al laten zien wat hij in huis heeft. Zijn volwassenheid op het veld, zijn vermogen om het verschil te maken in cruciale momenten en zijn onvermoeibare energie maken hem tot een van de meest veelbelovende spelers in het Europese voetbal. Maar terwijl fans zich afvragen hoe ver hij kan komen, lijkt de toekomst eindeloos. Mika Gods is niet zomaar een speler, hij is hoop, inspiratie en een belofte aan de fans van Ajax dat er altijd meer te verwachten is. Zijn verhaal is nog lang niet klaar. Terwijl supporters rijkhalsend uitkijken naar zijn terugkeer, groeit de emotionele band met deze jonge ster. Het gevoel in Amsterdam is duidelijk: Mika Gods is het kloppend hart van de toekomst van Ajax. Maar voordat we verder gaan, vergeet niet om je op ons kanaal te abonneren en de video een like te geven. Jouw steun helpt ons om je te blijven voorzien van het laatste nieuws over Ajax Amsterdam. Deel ook gerust je mening over de onderwerpen in de reacties. Het gonst van de geruchten in de wandelgangen van de Johan Cruijff Arena, de fijne Rens, de talentvolle rechtsbek van Ajax, staat mogelijk aan de vooravond van een vertrek. Rens, die in 2020 de prestigieuze Abdelhak Nouri trofee won en snel uitgroeide tot een belofte voor de toekomst, lijkt nu op zoek te zijn naar nieuwe horizonten. De fijne Rens, een product van Ajax jeugdopleiding, maakte zijn debuut in het eerste elftal van de club tijdens het seizoen 2020-2021. Met zijn dynamische speelstijl en indrukwekkende techniek wist hij al snel een plek te veroveren binnen het team. Echter, na het winnen van de KNVB-beker en de eredivisietitel, verloor Rens zijn basisplaats in het seizoen 2021-2022 aan Nusayir Masraoui. Dit leidde tot een periode van reflectie en de wens om een meer beslissende rol te spelen in zijn verdere carrière. In een recent interview gaf Rens toe dat hij zijn situatie bij Ajax grondig heeft geëvalueerd. Na een seizoen met minder speeltijd en de komst van nieuwe spelers op mijn positie, voel ik dat het tijd is om mijn opties te verkennen, al dus Rens. De jonge verdediger lijkt vastbesloten om zijn loopbaan een impuls te geven, zelfs als dat betekent dat hij zijn comfortzone bij Ajax moet verlaten. Terwijl speculaties over zijn toekomst de ronde doen, zijn er al clubs uit zowel de Premier League als de Bundesliga die interesse hebben getoond. Deze clubs zijn op zoek naar jong talent dat kan bijdragen aan hun ambities op zowel nationaal als Europees niveau. Een overstap naar een grotere competitie zou Rens niet alleen uitdaging bieden, maar ook de kans geven om zich internationaal verder te ontwikkelen. De mogelijke overgang van de fijne Rens laat veel Ajax supporters met gemengde gevoelens achter. Op sociale media en van CITES zijn de meningen verdeeld. Een doorgewinterde fan uitte zijn zorgen, Rens heeft de potentie om een belangrijke speler voor ons te worden. Het zou zonde zijn als we hem nu al laten gaan. Deze sentimenten worden door velen gedeeld die hopen dat jonge talenten zoals Rens de tijd en ruimte krijgen om bij Ajax te groeien. Anderzijds zijn er fans die begrip tonen voor Rens verlangen naar meer speeltijd en de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen bij een andere club. Als hij denkt dat hij ergens anders beter kan worden, moeten we dat respecteren, zegt een andere supporter die de realiteit van het moderne voetbal benadrukt waar jonge spelers vaak vroeg in hun carrière de stap maken naar grotere competities. Er is ook een pragmatische kijk onder een deel van de aanhang. Zij benadrukken dat de verkoop van Rens Ajax niet alleen financieel kan helpen, maar ook ruimte kan maken voor andere jonge spelers om door te breken. Het is belangrijk dat we niet alleen kijken naar wat we verliezen, maar ook naar wat het ons kan brengen, merkte een fan op tijdens een discussie op een online forum. Ten slotte heerst de nieuwsgierigheid over de toekomstige ontwikkelingen. Veel fans wachten met spanning af welke beslissingen er genomen worden en hoe dit het team zal beïnvloeden. Het voetbal is altijd in beweging en soms moet je moeilijke keuzes maken voor de groei van zowel de speler als de club, concludeert een seizoenkaarthouder die al jarenlang de ups en downs van de club volgt. De komende weken zullen cruciaal zijn voor de fijne Rens. Zal hij zijn vleugels uitslaan en Ajax verlaten voor een nieuw avontuur? Of zal hij besluiten te blijven en vechten voor zijn plaats? Een ding is zeker, zijn talent en vastberadenheid zullen hem leiden naar waar zijn hart ligt. Dit verhaal is nog lang niet afgelopen. Dat was het voor deze update. Als je de video leuk vond en exclusief nieuws over Ajax Amsterdam wilt blijven ontvangen, abonneer je dan op ons kanaal en geef de video een like. We horen ook graag jullie reacties en meningen. Tot de volgende video.